En ze vervolgens blaffen met mijn bijl. Oh, nice. We mogen echt eentje afschieten. Laden. Oh. Oh. Oh jee. Oh. Dames en heren, vandaag gaan wij Medieval Machines Builder spelen. En dat is een game waarin je dus katapults, misschien ook wat torens en zo moet maken. Het is een demo nog. De game is nog niet uit, dus ik heb de key ontvangen. Volgens mij van Playway SE, dus shout-out naar hun. En ik weet niet of het een leuke game is. Ik weet wel dat de middeleeuwen zijn wel iets wat ik heel erg interessant vind. En wat jij waarschijnlijk ook op school hebt gehad. Ik ook. En ik vond het altijd wel een interessant onderwerp. Wat er allemaal gebeurde en hoe gruwel het eigenlijk allemaal was. Vooral de pest. Bleh. De best. Ik heb de best in. Nou, laten we even gaan kijken naar hoe de game is. Oké, we gaan beginnen. Toneelstuk. Ingenieur? Nee, ik noem mezelf middelman. Oeh. Het is nou trouwens Nederlands. Dat is ook wel nieuw. Verplaats de kaart door te klikken en te slepen. Oh. 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 Dit is grappig. Grandpost. Start een militaire campagne met behulp van een katapult. Niet compleet. Kunnen we die doen? Klik op het niveau om het niveau te starten. Hoe klik ik op het niveau? Oh, zo. Oké. Okay. Onze loyale middelman. Als de raad van de koning is het onze grootste verantwoordelijkheid om de veiligheid en welvaart van onze mensen te waarborgen. Helaas kunnen we geen oogje in de gaten houden voor de dreigende dreiging die over onze grenzen loomt. Onze vijanden zijn in toenemende mate ingebracht op ons land, meedogenloos plunderende en brandende grensdorpen. We moeten deze situatie niet toestaan. Als een veelbelovende jonge militaire ingenieur vertrouwen we u met een essentiële taak om onze troepen te helpen door een katapult te bouwen en te gebruiken om de vijandelijke grenspost te vernietigen. Dit zal dienen als een vastberaden boodschap aan onze tegenstanders dat we geen verdere daden van agressie tegen ons koninkrijk zullen tolereren. Vergeet niet dat ons uiteindelijke doel is om vrede en veiligheid voor onze onderwerpen te behouden, waardoor uw missie van het grootste belang is. Toon u niet aflatende loyaliteit als een toegewijde dienaar van het koninkrijk. We verwachten niets anders dan het beste van u en we weten dat u de gelegenheid zult bereiken. Mogen de goden op ons glimlachen als we aan deze campagne beginnen. Begrepen. Mooi. Nou, zijn we dan. Ik ben eindelijk aangekomen in ons belegerkamp en mijn missie is nu om de katapult te bouwen. Eerst moet ik de plek bekijken waar ik het moet bouwen. Oké. Okay. Rechts staat rondslenteren, ga naar de bouwplaats, loop naar de bestemming. Meneer, wat bent u aan het koken, joh? U bent wel heel serieus met uw baan bezig. Waar zijn we überhaupt? We zijn op het kamp. Iedereen is een beetje uitgeput. Militair kamp natuurlijk. Ik zie het. Dit is een hele unieke houding in dat pak. Maar goed, ik oordeel niet. Praat met de kwartiermeester. Het is een warme dag vandaag. Ik heb een beetje rust nodig. Als je me wat bier haalt van de bankettafel aan de andere kant van het kamp, zal ik ervoor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt. Wauw, voor bier doe jij dus alles. Waar wijs jij heen dan, precies? Goed. Nou, cool. Oké. Ik heb hout nodig om te beginnen met bouwen. Ik zou naar het bosje in de buurt moeten gaan en wat bomen hakken. U kunt nu een tool kiezen door het tabblad op uw toetsenbord vast te houden en te selecteren met uw muis. Oh, dat is tab. Oké, tab. Die? Bel? Schakel over naar de bel. En, oh, daar moet ik heen, denk ik. Moet ik een boom hakken? Snijd de boom. Ha! En de boom aan het snijden. Oh. Physics. Zo. 3 houten stammen liggen op de grond. Ik zal ze ophalen en naar de workshop brengen en ze vervolgens blaffen met mijn bijl. Ik zal ze blaffen met mijn bijl. Ruff. Ruff. U moet de tool verbergen voordat u een item opneemt. U kunt de items laten vallen met de juiste muisknop. Oké. Oké, dat is 1. Oeh, die doe ik op mijn schouder. Wat sick. Kijk hoe sterk ik ben, joh. 3 van die boomstammen op mijn schouder. Plaatsen. Ja. En dan dit moet ik droppen. Doe ik zo. En dan. Wat moet ik nu nodig? Deze denk ik weer. Oh. Oh. Oh jee. Huh. Huh. Of moet ik het zo doen? Nee. Huh. Huh. Zo, dit is echt. Huh. Zo. Ik kan beginnen met de bouw van de katapult. Ik zal houten balk naar de bouwplaats brengen.
What? What? Deze moet dan hierheen. Door te communiceren met de ghost van het onderdeel. Oh ja. Oké. I get it. Maar dat is dus de vijand. En die wacht ook gewoon even totdat wij onze katapult klaar hebben. Dat is wel vriendelijk van hun. Dat... Hey, thanks hè. Wij zijn zo nog even aan het bouwen. Dat is goed. En dan moeten we deze dus weer hebben. En dit is dus wat we moeten doen de hele tijd. Klak. Klak. Kan ik ook... Is er een andere manier voor dat het sneller gaat? Nee, hè? Neem de houten malk. Boom. Oké. Ik zou nu de balk aan de andere kant moeten bouwen. Het lijkt erop dat ik de kortere balken nodig heb. Ik zou een gewone balk op de juiste workshop moeten zien. Je doet het geweldig, staat er als gameplay tip. Thanks, man. Ik weet het. Goed, we doen dus deze en dan die hierop dan. Oh nee, wacht. We doen hierop. Dan hakken. Wat nu? Zagen. Oh, wacht. Zagen. Zag de houten balk. Ik zie een houten balk. Ik zag de houten balk. Zag. 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 Nice. Door kortere balken te gebruiken kan ik nu doorgaan met het bouwen. Je kunt het laatste bericht ter sprake brengen door F1 op je toetsen. Oké. Dus dan moet ik deze hebben. Ja. En dit moet ook allemaal halve zijn. Dit moest een hele en dat was een halve. Oké. Half moet ik ook daar hebben. Ik heb wat meer materialen nodig om door te gaan met bouwen. Gelukkig is er een grote doos nagels in de buurt van de bouwplaats. Gadverdamme. Wie spaart hier nagels in het leger? Goorlap. Ik zou de kwartiermeester ook moeten vragen om me de rest van de necessary... compleet fout geschreven ook in het Engels... de benodigde onderdelen te geven. Oké. Sommige taken die aan hun zeggen geven zijn niet eenvoudig. Luister naar wat de soldaten zeggen. Ja, hij wil bier hebben, die één guy. Kan ik niet even... Ik ga bier halen voor die kwartiermeester. Heeft iemand hier bier? Ligt hier... Ophalen bier. Kijk. Oh, ik ga hier zo binnendoor. Dit is nice. Yo, kwartier. Ik heb bier. Geef hem het bier. Je hebt mijn leven gered, zegt hij. Nu kunt u alle benodigde materialen nemen. Open de doos. Wow! Thanks, bro! Yo, thanks, man. Dit scheelt heel veel bouwen. Had je dat niet eerder kunnen geven? Ik was al bezig, hè, met dat ding. Voor een biertje doe je het. Ongelooflijk. Open de doos. Nagels. Oké, nice. Oké. En nu kan ik hierheen. En kan ik dan... Oh, dan moet ik ook de houten balk hebben. Wacht, moet ik even weer een eentje gaan hakken. Oh, hier zit er al een bel in. Even weer een boom hakken. Even de boom snijden bedoel ik. Nou, kom maar hoor met die houten blokken. Die leggen we hier wel neer. Plop, plop, plop. Eentje heb ik nodig. Gaan we eentje snijden, hakken. Ik weet het niet. Tjak. En ik denk dat je straks kan upgraden dat je dat dan... Dat je meer in één keer doet. Dus nu doe je 40 per keer. Maar dan kan denk ik later met... Ik weet niet, 50 weet ik het. Zoek het uit. Moet ik een grote? Ja, een grote. Bam. Oh, wat is dit? Oh, ik heb een hamer. Oeh. Ah. Oeh. Ah. Oeh. Ik vind het een mooi geluidje. Pink. Bonk. Pink. Ah, nice. Houd een blok. Bouw een mound links midden. Je hebt net geëgaliseerd. U kunt uw vaardigheidspunt doorbrengen door het menu upgrades te openen. Druk op O. Oh. Hamer. Maak je hamer sneller. Maakt uw bel sneller. Ja, ik wil die bel sneller. Nice. Want die heb ik het meest nodig. Even kijken, deze. En dan nu... Ik denk dat je nu dan extra... Nee, ook nog steeds 40.
Hoe is dat sneller? Nou ja, zeg. Ik dacht, het zal nu wel sneller zijn, maar... Heb ik nog steeds een hele nodig? Ik weet niet wat ik nodig heb. Ik heb niet echt opgelet. Deze, denk ik. Ja. Even die hamer. Klink. Sick. Trouwens, ik vind het wel gek dat ik alleen bouw. Ik kan ook best wel opdracht geven aan die gasten, toch? Door items te dragen gaat je een beetje langzamer. Huh. Oké. Ze hebben wel hun best gedaan met Nederlands. Maar Nederlands is ook geen makkelijke taal. We gaan nu deze houten balk zagen. Oké, okay, zag. 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 Nice. Moet ik hem dan nog een keer zagen? Of heb ik er nog een half ook nodig? Heb ik nog een half nodig? Och. Ja, pak die ook even. Ja. Ja, het is wel spannend dit allemaal. Het kan heel satisfying zijn, dit soort dingen. Ding. Poing. Oké. Okay. Monteer recht vooraan. Huh. Hoe kom ik aan die nagels verder dan? Behalve dan die daar al liggen. Er zijn ook niet echt veel bomen over. Of kan ik deze ook gewoon snijden? Nee. Ik kan alleen die grote snijden. Oké. Okay. We gaan deze even hier opleggen. En dan gaan we deze ook weer hakken. Ik probeer hem elke keer op het gele te doen. Kan het ook op blauwe? Ja, het kan ook op blauwe, maar dan heb je denk ik net iets minder. Deze moet hierop en die moeten we dan doormidden zagen. Ik vind het wel een leuk systeempje dit. En dan... kan ik deze dan hier weer doen? Ja, denk het wel, hè? Ja, zeker kan dat. Aha! Goed van mij. Kwart. Oké. Okay. Ik kan twee kwarten wel tillen, toch? Is dit goed? Kwart? Dat maakt niet uit trouwens. Ik had het helemaal niet nodig. Ik heb onzin. Want ik had het gewoon houten blok. Heb ik gewoon in mijn... Ook ik moet alleen even die nagels hem gaan halen. Klik, 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 klik. Zo. Alle nagels uit de doos. Bang. Bang. Oké. Okay. Oeh. Oké, okay, we gaan nu eindelijk omhoog met de katapult. Oh. Moeilijk dit. Heel moeilijk. Kan ik deze niet allebei tegelijk erin slaan, joh? Gast, kom op man. Hoe kom ik aan al dat spul daar dan? Want ik zie hier... touw? Hoe kom ik aan touw? Moet ik met die militairen praten zometeen, denk ik. Ik heb een paar touwen nodig om te blijven bouwen. Ik denk dat ik sommige van hen rond het kamp heb zien verspreiden. Zoek voor de touwen. Oh. Ophalen een katapultarm. Ophalen een as. Rock sphere missile. Oké. Okay. Ophalen een wiel. Touw. Touw. Aha! Ophalen een wiel. Een hamer ligt hier. Oh, nog een touw. Kijk, we hebben wel drie touwen. Nice, vier. Hoppakee, vijf. Zes. Nog eentje. Oh nee, twee. Nog twee touwen. Wanneer heeft u een touw gezien? Nee? Kijken. Touw. Misschien met de andere. Oh hier, één touw. Ik mis nog iets, denk ik. Hier moet ergens nog een touw liggen. Of is dat... Ik zie door het touw het bos niet meer. We zien aan de andere kant. Oh, hier. Kijk nou. Ik heb hem. Nice. Ik zag hem niet. Op de kar. Ja, goeie. Oké, en nu houten balk half moeten we hebben. En een as. Maar die as, dat ligt hier. As. Bam. Nice. Oh ja. En de wielen van de katapult gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. En de wielen van de katapult gaan rond en rond, rond en rond. Dan moet daar nog een vooras. Gaan we dat ook even plaatsen.
Zo. Dat ziet er een beetje raar uit, hè? Die met die touw. Oh, houten bal kwart. Die heb ik. Kijk nou, die liggen hier gewoon. Kijk, kwart. En dan heb ik hier nog één. Haha, die had ik al klaar. Dat is wel nice. Dat ik die al had. Heel gek. Oep, wat gaan we nou doen? Hoppa. Hoppa. Dit is een beetje onlogisch hoe je dit doet, maar... Oké, hij zit vast. Ik heb een paar assen nodig. Ik heb wat op de wagen gezien bij de doos met nagels. De katapult heeft wielen nodig. Ik heb ze in de buurt van de wagen gezien, ja. Assen had ik al gedaan. Daar kom ik ook vandaan trouwens, assen. Leuk. We gaan eens even deze balk doen. Klop. Heel logisch dat je dat zo moet doen trouwens, want... Normaal doe je eerst dat ding eromheen en dan zijn die puntjes die hiervoor, die zijn eronder in te slaan, toch? Want dat zijn de spijkers. Of de spijkers, schroeven. Nee, ook niet schroeven. Wat zijn het? Misschien zijn het wel spijkers, ik weet het niet. Hoppakee. Catapult arm. Oké, daar kunnen we, die hebben we hier. Oh, ik moet niet dit ding kapot slaan. Lijkt wel een gigantische lepel, joh. Zo, hé, hey, wacht. Waar is die soep? Hier. Geef mij even een schepje soep. Hé, hey, bedankt, man. De hele soep leeg. Hoppakee, kijk nou joh. Zo, de vijand weet niet wat hij ziet straks. En dat je hem dan nu per ongeluk activeert. Zo, ze weten niet wat ze meemaken joh. Nog een as. Hoppakee. Zo, die trek ik zo meteen wel op. Ik doe eerst even die wielen. Ik heb hier een wiel. Hoppakee. Oh, kijk. Nu moeten we wel iets erin slaan. Wat logischer is eigenlijk. Oh, wil je dat tegelijkertijd meer items dragen? Daar is een upgrade voor. Echt waar? Waar is die upgrade dan? Meer upgrades komen in vroege toegang. Daar is dus geen upgrade voor. Maar goed. Zo, we hebben de hamer even versneld. Boom. Even kijken, waar is het andere wiel? Die is daar. En nog een wiel hier. Gooien we die er ook even op. Hop. Het is al lang aan het roeren, meneer. Ik denk dat op een gegeven moment wel klaar is. Denk je niet? Ik heb trouwens ook geleerd dat als je soep eet sowieso, dat je dan gewoon je lepeltje moet je dan aan de buitenkant van de soep doen. Van het verst van je af. En dan scheppen. Want dan is het koudst. Als in soep, dan brand je altijd je bek volledig aan. Wist je dat? Ik weet niet waarom dat is, maar het zal wel iets te maken hebben met zwaartekracht. Wat zeg ik, gast? Ik weet het niet, maar ik heb dat geleerd en sindsdien doe ik dat. En is het gewoon lekker. Koud. Kouder. Niet heet. Ik kom dichter bij het eindresultaat. Ik heb nog een paar onderdelen nodig. Oh, is dat zo? Wat hebben wij nodig dan? Oh, daarboven daar. Houten bal kwart. Nou, gaan we weer. Deze moet ik hebben. Zo. Even snaden. Hatschikidee. Wel grappig hoe dit eruit ziet hoor. Maar. Ja. Oh. Ik had de volgende op blauwe. Blauw is dus 20. Was het ook weer kwart was het toch? Of was het half? Ik ben het vergeten. Kwart. Zag. Even zaggen. Bang. En dan nog een keer zaggen. Reinig. Zag je dat? Reinig het ding eerst. Ik denk dat ze bedoelen gewoon dat je het leeg haalt, maar goed. Reinigen mag ook. Nou, heb je wel skills voor nodig hoor, voor dit zaggen. Zichtzagen. Bam. Oké, ik weet niet wat dat was, maar goed. Gaan we. Laatste twee dingen, denk ik. En dan kunnen we dingen afschieten. Ik weet niet wat we dan moeten doen. Oh. Is je goed? Oh, hier. Kluis. Wat is dit, joh? Kluis.
Oh, dan kun je hem aan vast... Oké, ja. Moet blote handen gebruiken. Eindelijk, de katapult is klaar. Laten we het in de strijd testen. Oh, goed idee. Wat nu? Loop naar de munitie. Oh, nice. We mogen echt eentje afschieten. Laden. Ja. Als u een vloer van, van het gebouw vernietigt, zullen de bovenstaande vloeren instorten. Oh, nice. We gaan dat hele ding daar naar de get verbrengen. Goed. Hoe span ik hem aan? Oh. Nee, dit is prima zo. Schiet hem. Zo! Boom! Hoppakee, gast. Trekken. Kom maar weer terug. Nice. Nog eentje. Hé, waarom moet ik dit trouwens doen? Oh, kut. Ik heb hem geschud. Waarom moet ik dit doen trouwens? Ik heb een idee. Ah, jammer. Ik kon mezelf niet afvuren. Oké, ik moet een beetje draaien naar rechts. Verander de kracht van de machine. Hoe doen we dat dan? Verander de kracht van de machine. Oh. Huh. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Oh. Er gebeurt helemaal niks. Objecten variëren in massa. Hoe lichter de raket, hoe verder die zal vliegen. Probeer objecten te gebruiken die geschikt zijn voor de gelegenheid. Wat kan ik nog meer afschieten dan? Kan ik ook deze balk gewoon afschieten? Wat? Ik heb... Hey, let's go, man. Hoppakee. Gaan we. Kan ik hem... Maar ik kan verder niks, toch? Ik kan hem niet sturen dichterbij of... Of wel hier. Verander de afstand. Oh, kijk nou. Oké, deze houten bak gooien we daarboven. Gaan we. Hoppakee. Klets. Er is ook helemaal niemand daar. Ik weet niet op wat ik aan het schieten ben, maar... Vernietig de toren, vernietig het gebouw. Oké. Nou. Ik denk dat we gewoon... dit moeten doen. En dan een beetje naar rechts toe. Zo. Boom. Ja. Maar ik heb niet zoveel stenen meer. Ga ik dat wel redden? Zo, andere kant ook naar de getver. Nu dan de linkerkant een beetje of zo. Ik weet het niet. Of komt er ook geen steen bij? Misschien even een beetje afstand veranderen. Zo, daar wil ik hem op. Als het vroeger ook al kon, joh, dan... hè? Hoppakee. Ja, als ik hem nu gewoon op dezelfde doe, dan is de... Oh, er komt elke keer gewoon stenen bij. Oké. Godgloeiende. Ik wou helemaal niet schieten. Maar heb ik gewoon zelf gemaakt, hè, chat, dit. Bang. Je zou zeggen van hij gaat bijna instorten. Moet even de zijkant een soort van hebben. Oh, doe ik het weer. Is dit goed? Is dit een zijkantje? Laat het wel zien. De zijkant. Ja, dat is de zijkant. Prima. Nog een keer. Hoppa. Hoppakee. Daar gaat hij. Let's go. De acte is klaar. De toren stort in. Ik kan eindelijk rusten. Daar gaat hij, de toren. Goed gedaan, chat. Hey, we hebben helemaal... Hun hebben helemaal niks gedaan. Ik heb alles gedaan hier. Ophalen bier. Ja? Oh. Wacht eens even. Hier gaan we wel proosten natuurlijk. Maar dat doen we wel met de vijand erbij. Kunnen wij... ook even een biertje naar de overkant gooien? Is dat mogelijk? Kijk, het kan gewoon. Nou, proosten, dames en heren. Hier. Het wordt bier werd geserveerd in de middeleeuwen. Loop naar het eten. Oké.
Ik ben er. Onze loyale middelman, het is met veel plezier dat we u vandaag schrijven om onze dankbaarheid en bewondering te uiten voor uw recente succes bij het vernietigen van de grenspost van de vijand. Uw uitzonderlijke vaardigheden zullen ongetwijfeld een cruciaal bezit blijken te zijn in het komende conflict. Dankzij uw inspanningen is ons leger met succes dieper in vijandelijk gebied binnengedrongen, wat een aanzienlijk voordeel heeft behaald in dit conflict. Ondanks uw succes lijkt het erop dat onze vijanden deze waarschuwing niet voldoende op de hoogte hebben gesteld. Als de Raad van de Koning geven wij hierbij de opdracht om de oorlogscampagne voort te zetten. Daarop vertrouwen we u de cruciale taak om voortdurende steun aan onze troepen te bieden tijdens de invasie van het vijandelijk gebied. Het is essentieel dat u waakzaam blijft bereid om eventuele uitdagingen te overwinnen. Breng glorie in ons koninkrijk en mogen de goden u beschermen bij uw inspanningen. Nice. Vooral een stukje gewoon Boefman. Dat was hard. Cool. En dan heb je nog weer een andere dingen die je kan doen. Die je nog niet kan doen. Dat is het enige wat je kan doen nu. Of niet? Oh nee, hier, kruispunt. Oefen met het exporteren van een katapult in... Oh, dan moet je weer een katapult bouwen. Oké. Grappig. Gaan we niet doen nu. Maar wel leuk. Ik vond het een geinig gamepie. Fijn dat je hebt gekeken. Mwah.